Doktor Deniz Küçükkaya'yı erkek estetiğini konuşmak üzere operasyon öncesi hastanede ziyaret ettik ve saç ekimiyle ilgili bilgiler aldık. İzliyoruz. Bugün birazcık erkek estetiğinden bahsedeceğiz. Erkek estetiği deyince tabii ki ilk akla gelen şey saç ekimi oluyor. Çünkü saçsızlık çok büyük bir problem. Çok erken yaşlarda bazen dökülmeye başlıyor. Ve bir kişiyi olduğundan çok daha yaşlı gözükmesine sebep oluyor. Saç ekimi artık ülkemizde çok fazlasıyla ilerlemiş durumda. Çok ilerlemiş, çok tecrübeleşmiş ekiplerimizle beraber biz bu operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün de yine yurt dışından gelen bir misafirimizle, bir hastamızla beraberiz. Kendisi Hollanda'dan geliyor. Muhammed saç ekimi için bize geldi. Bugün saç ekiminin 3. günündeyiz. Yıkamasını yaptık. Her şey yolunda gidiyor. Kendisi bize tecrübelerini anlatacak. Niye bizim kliniğimize geldi? Nasıl bir süreç yaşadı? Bunların hepsini kendisinden dinleyeceğiz. Ik ben Muhammed Alaluci. Ik kom uit Bergen op Zoom. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben geboren in Nederland. En ik zat al een heel lange tijd zeg maar, met mijn haarimplantatie. Ik heb verschillende dokters zeg maar, afgegaan en referenties doorgenomen. Kom ik er niet uit, alleen had ik een collega die heeft zelf 2 jaar geleden heeft hij een haarimplantatie gedaan. En toevallig was dat een goede vriend van hem, waardoor ik verschillende contacten heb kunnen nemen met een vriend van mijn collega. Dat is de dokter Denis uiteraard. En ik heb verschillende referenties zelf nog gezien op internet. Op Turks TV met ondertiteling. En waardoor mijn vertrouwen steeds groter werd. En ik de stap gewoon heb genomen. Uiteindelijk heb ik de ticket geboekt. Ik heb ik ben akkoord gegaan als het ware met het bedrag. En op een gegeven moment werd ik netjes opgevangen in Istanbul. En ik werd opgevangen bij de luchthaven. En ik ben toen naar het hotel afgezet als het ware. En de volgende dag was de haarimplantatie. Ik ben weer bij het hotel opgepikt. En vandaar zijn we naar de dokters ziekenhuis afgezet als het ware. En daar hebben wij de haarimplantatie heeft daar plaatsgevonden. Op het begin kregen we in stappen te horen van hoe het in zijn werk gaat. Wat voor medicijnen ik moet nemen enzovoorts enzovoorts. En daardoor zijn we begonnen met de haarimplantatie. Het heeft in totaal heeft het 6-7 uurtjes geduurd en ze begonnen bij mij dan. Achterin hebben ze haarzakjes eruit gehaald. Dat duurde ongeveer 2-3 uurtjes. En daarna hebben ze van boven haar waar ik nodig had, daar hebben ze zeg maar in totaal 3000 haarzakjes ingeplanteerd. En ik moet zeggen, qua pijn of iets, voor mij was het oké. Ik zat er van tevoren wel mee van met de gezondheid of dat enkele gevolgelingen hadden, maar ik ben hartstikke tevreden. En ja, dat was mijn verhaal in principe. En achteraf ben ik weer opgepikt bij de ziekenhuis. Ik ben weer bij de hotel opgezet. De volgende dag ben ik weer bij de hotel opgehaald door de chauffeur van dokter Denis. En die heeft mij weer bij de hotel opgepikt. En toen heb ik als het ware de verband achteraf eraf gehaald, antibiotica gekregen, netjes ingesmeerd. En toen ben ik weer opgehaald door de chauffeur van dokter Denis. We zijn weer afgezet bij de hotel. De hotel was ook topservice. Ik heb geen enkele minpunten die ik met jullie kan delen qua servering of wat dan ook. En de volgende dag weer ben ik weer opgepikt bij het hotel en we zijn weer naar het kantoor van dokter Denis, daar ben ik weer afgezet. En toen hebben ze als het ware crème op mijn hoofd gesmeerd. 14 minuten moest het inwerken en daarna hebben ze het met speciale shampoo netjes eruit gemasseerd zeg maar. En tot nu toe de resultaat wat jullie zien, die ik nu heb,
Dus ik ben er hartstikke tevreden mee en ik wil dokter Denis hartstikke bedanken. Want op een gegeven moment voel je eigen nou ook meer zelfvertrouwen, zeg maar. Dat was mijn verhaal. Ja. Evet, onun da söylediği gibi her şey yolunda gitmiş, gayet güzel. Bize sadece uçak biletini aldı, gönderdi. Bizim daha önceki hastalarımızdan birini görüyor. Ondaki o doğallığı, ondaki o güzelliği görünce kendisi bize geliyor. Biz onu havaalanından aldık. Otel konaklaması, ameliyatı ki şu anda da zaten like this, Muhammed like this. Her şey çok yolunda görünüyor, her şey çok iyi görünüyor. Muhammed'i zaten yarın itibariyle kendi ülkesine de uğurlayacağız. İşte onların memnuniyeti aslında bizim memnuniyetimiz. Bu şekilde iyi, güzel, iyi yapılan yerlerde, iyi ellerde saç ekimleri çok güzel sonuçlar veriyor. Bununla ilgili hani artık Muhammed'in dediklerinin üzerine bizim de zaten aslında çok fazlasını söyleyeceğimiz bir şey yok. Muhammed'in en son söylemek istediklerini de bir dinleyelim. En wat ik er nog bij wil toevoegen over de assistentes van Dr. Denis. Qua taal, ik kon Engels met ze spreken. Ik heb nog Nederlands kunnen spreken, dus qua talen, ik kon, alles was helder, duidelijk. Die stappen die ik moest doornemen, qua rechtop zitten enzovoorts. Want in het verleden heb ik ook op verschillende kanalen op YouTube gezien dat sommige mensen een opgezwollen gezicht kregen. Maar dat kwam door de tekortkomingen van de uitleg waarschijnlijk bij de andere dokters. Maar bij de assistentes van dokter Denis heb ik een heldere uitleg gekregen van de stappen daarna, zeg maar. Het is niet van dat ik geopereerd ben en dat ik daarna niet meer weet wat ik moet doen. Want daarna is het belangrijkste als het ware. Want als je op een gegeven moment niet aan de stappen houdt die de assistenten met jou delen, dan kun je nagevolgen krijgen van opgezwollen gezicht of wat anders. Ja. Muhammed'in en son söylediği gibi biz onlarla beraber mutluyuz. Onların mutluluğu bizi mutlu ediyor, çok mutlu ediyor. Muhammed'in sonuçlarını zaten hep beraber göreceğiz. Saç ekimiyle ilgili olarak kafalarında birçok soru işareti olan hastamız olabilir. Çok farklı fiyat alternatifleriyle alakalı olarak bunun bir estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanın gözetiminde olması en doğru olan şekildir. Saç ekiminde bazen çözüm olmayan sorunlar da yaşanabilir. Bunun için ehil ellerde bu işi yaptırmanızı öneriyorum. Özellikle yurt dışından gelecek, şehir dışından gelecek olan hastalarımız için, misafirlerimiz için bize sadece ve sadece uçak biletlerini yollamaları yeterli. Öncesinde WhatsApp'tan ya da sosyal medya aracılığıyla ya da mail aracılığıyla bize fotoğraflarını iletebilirler. Kendileriyle ilgili nasıl bir çözüm alternatifi olabileceğini öncesinde bir açıklarız kendilerine. Sonrasında elbette ki operasyondan önce muhakkak bir görüşme. Bizim saç ekimiyle ilgili en önemli durduğumuz felsefemiz, noktamız şu. Kuaförlerin bile anlayamayacağı doğallıkta güzel, doğal, hastanın kendi saçlarıyla olabildiğince natural, olabildiğince doğal bir görüntü elde etmektir. Yurt dışından gelecek olan, şehir dışından gelecek olan hastalarımızın tekrar söylüyorum. Sadece uçak biletlerini bize yollamaları yeterli, 3 günlerini bize ayırmaları yeterli.